zou als eerste graag toch bij deze bescheiden groep een groot applaus willen vragen voor de eerste schrijver. Dat is Najib Amhali, samen met Niels Pieters. Goedemorgen, we hebben elkaar natuurlijk net al uitgebreid even gesproken. Hé, hey, dat is de volle zaal, dat is voor jou lekker. Ongelooflijk. Echt. Vooral 's morgens vroeg. Volgende schrijver met zijn illustraten is Ivo Nier, samen met Daniel Leroux. Ja, dat is toch wel leuk, hè? Dat blijft elkaar nou hier op het podium over zien. Oké, dan tot slot. Nou, niet de minste mag ik wel zeggen. Hoe bijzonder is het als een prinses wil meewerken aan een kinderboek over Sinterklaas? Een groot applaus alsjeblieft voor prinses Laurentien en Jan Jutte. Goedemorgen. Nou, de reden was dat ik gevraagd was en dat ik het leuk vond om een boek te schrijven. Ik heb nog nooit een boek geschreven, dus dat was de reden eigenlijk dat ik dacht van ja, leuk. Ja. Amerika wordt daar helemaal gek van. Die zegt, wat is het een raar volk? Als het een normaal volk zou zijn, zouden ze met vork en mes eten, maar ze eten met... Dus hij moet steeds huilen, hij snapt het niet. Het paard wordt zo verdrietig. Hij vindt het zo'n raar land. En ja, en hij, wat moet hij, wat is hij doen aan dit grote, met dit grote dier? Hij lijkt meer op een lui. Aan het kakkers? Ja, dat is waar. Nee, grote. Hij is hem aan. Wat doe je met een leeuw? Ik vind het heel erg makkelijk, omdat ik nog nooit een boek heb geschreven. En mijn teksten zijn ja, niet echt op kinderen gericht in het theater. En het moet een begin hebben en een eind. En vaak begin ik ergens in het theater en dan zie ik wel waar ik eindig. Dus dit was wel... En ik werk ook met een illustrator. Dus daar moet je ook ruimte aan geven. Want als ik alles al invul met woorden, dan hoeft hij eigenlijk niks meer te tekenen. Dus dat was, het was een wisselwerking. En ik heb dat een paar keer teruggekregen van, nou, dit is niet de bedoeling. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. Ja.